Kijk, de Sherman Firefly, jongens. Indrukwekkend, hè? Gebruikt als oefendoel. Gebruikt als oefendoel. Na de oorlog. Kijk eens, inslagen. Het was door de extra bepansering gegaan. Kijk eens even. Kijk eens, jongens. Kijk eens even. Zwitserse gatenkaas. Daar ging die. Zwitserse gatenkaas. Ja, wel indrukwekkend weer. Nu kijk hier motorcompartiment. Naar de toren voor de commandant. Aan de achterkant zit weinig inslagen, alleen aan de zijkant. Zwitserse gatenkaas. Echt net door boter heen, kijk. Net door boter. Kijk, je vinger past er zo in. Gaat er zo doorheen. Ja, dat is het dik. Zo dik staal. Nou, dan gaan we even aan de andere kant kijken. Dat was het voor de Sherman Firefly. Gaan we even kijken wat er nog meer te zien is. Loop je mee? Kijk, dat is het fort. Fort Ebenemaal. Is niet ver van Maastricht. Kijk eens, een bunker. Eenmansbunker. Dit was dan in de grond. Kijk. En dan krijg je erin. Kijk eens even. Dan kon je met de machinegeweer, kon je dan de zaak bekijken en eventueel vuur aanbrengen. Kijk, verdedigingswerk voor tegen tanks. Dit is een dummy koepel op de achtergrond. Spaanse, of geen Spaanse, Belgische ruiter. Belgisch fans noemen ze wel, Belgisch hegwerk. Ook voor tanks tegen te houden. Stond ook in Normandië, in Nederland, Belgische kust, Nederlandse kust, Noorse kust. Nou, dan gaan we even kijken. Kijk eens, hier hebben we de fort. Dat zijn inslagen geweest van 1940. Want de Duitsers hebben dit met 92 man genomen. Ze zijn op het dak geland, want op het dak waren geen stekels, staven of andere hindernissen geplaatst. En de mitrailleurs die stonden vlak bij elkaar, nog niet klaar om, niet gereed om te vuren tegen vliegtuigen of andere. Hier zien jullie de inlaat, of eigenlijk uitlaat van een MG. En van een kanon. En daarboven ook. En de Duitsers zijn dus geland op het dak. En die hebben binnen 24 uur het fort genomen. Binnen 24 uur is dat gebeurd. En met holle ladingen. Kijk, als je binnenkomt.
Kijk. Dan zit de deur. Kijk eens even. Dikke deur. Nou, wij gaan weer naar buiten. Ik denk dat het dicht is. Denk ik. Kijk eens, dikke deur. Richting een ander fort, of een bunker eigenlijk, die staat iets verder. Dat hoort er ook nog bij het fortencomplex Eben Etmaal. Ook zwaar gevocht hier, mei 1940. Zoals ik al eerder had gezegd, valschermjegers hebben dit genomen met 92 man binnen 24 uur. En holle ladingen hebben ze ervoor gebruikt. En op het dak zijn ze geland met zweefvliegtuigen. En dat hadden de Belgen niet verwacht natuurlijk. En de Duitsers vlogen met lijnvluchten van Düsseldorf of Aken richting Engeland. Zeg maar voor 1940. Zeg maar... Of naar bevriende naties. En dan kwamen ze hier overheen. En toen zagen ze, het dak is plat. Er staan helemaal geen scherpe dingen op het dak. Voor de parachute het is te lastig te maken. Of voor zweefvliegtuigen. En dus die dachten, weet je wat. We gaan met zweefvliegtuigjes gaan we proberen op het dak te landen. En dat is gelukt. En het modernste fort van toen, van 1940, was dit fort, Eben Etmaal. En de verdediging heeft niet lang geduurd. Hebben ze met holle ladingen gebruikt om binnen te komen, om de zaak te vernielen. Zoals je ziet. Oorlogsschade zie je nog. Want dit was met het Albertkanaal, de verdediging. Kijk, er zijn ook van achteren, hebben ze de zaken aangevallen. Kijk, hier heb je ook zeg maar voor mitrailleurs, MG's, kijk. Ja. Daar hebben ze gestut. Moet je kijken wat een geweld dat is geweest. Met holle ladingen. Zo. De zaak opgeblazen. Nee? Zo. En ze kwamen natuurlijk van die kant af. Deze kant op. Dus waar die mensen vandaan komen, daar kwamen die valschermjegers ook vandaan. En die gingen zo hier naar beneden toe. Kijk, en dan heb je een dode hoek. Hallo. Hallo. Dan heb je een dode hoek. Kijk, dan heb je een dode hoek. Dus je staat nu op het dak van een van de bunkers. Kijk, want de Duitsers kwamen daar vandaan. Dus ze hebben alleen die kant uit dat je kan knallen. Die kant uit en die kant uit. Maar niet van hier. Kijk. Kijk eens. Zie je? En deze bol is niet 360 graden. Zien jullie dat? Dus dat was natuurlijk appeltje eitje voor die Duitsers om dat te nemen.
De bunker. He? Zie je? He? Kon je het zo nemen? He? Alle ladingen plaatsen. En daar ging die. Zien jullie? He? Helemaal geen flankverdediging naar achteren toe. Dus dat is de Belgische fout geweest. Niet op het dak. Nou, ik hoop dat jullie het interessant vonden. Geef mij even een like of abonneer je. We gaan nu weer terug richting de auto. En dan gaan we weer even lekker een bakkie doen in de buurt. En dan kom ik weer later bij jullie terug. Dus ik zou zeggen, tjus! Zo, kijk, hier heb je de bunker. Zoals zeg maar, de Duitsers van deze kant afkwamen en de zaak bestormde met holle ladingen naar binnen zijn gekomen met holle explosieve ladingen. Wat de Belgen niet verwacht hadden. En zo zijn ze binnengekomen. Zie je die? Kijk eens hoe groot dat is. En eigenlijk hebben we het maar 24 uur daadwerkelijk effectief dienst gedaan. En dan effectiever eigenlijk kan je wegmaken. Dan 24 uur na zoveel jaren bouw, 24 uur genomen en vernield. Kan je zien, een kleine kaliber inslagen. En de holle lading. En hier de MG op. Storming. Hier wachten. Rookgranaat. Jeks, en dan een dikke. Hup, handgranaat. Weer dikke, boem. Hé, hey, weer wat, boem. En hier een holle lading, boem. En dan maak ik weg, kom. En dan weer holle lading, boem. En dan. Prrt. En dan is het over. Kwestie van minuten. Nou, tjus.